Een hele goede morgen, zonder zorgen. Ik heb heerlijk geslapen. We zijn nog maar 39 of zo. En kijk eens aan, het zonnetje begint hier al te knallen. Dus dat betekent dat het vandaag echt een fantastische dag wordt. Kijk eens aan, wat een nice vibe hier op de camping. Wie had dit ooit gedacht, dat deze Eriba in Portugal ging gaan? Dat ik deze tent hier nog succesvol ging kunnen opzetten. En dat we op een camping gingen staan met super deluxe zeezicht. Dit is heerlijk. Ik heb net eventjes een frisse douche genomen. Dat was ook echt wel een goede start van de dag. En kijk eens aan, het knuffelmomentje is nog altijd niet voorbij. Koekoek! Goedemorgen, dames. Moeten jullie nog niet opstaan? Nee, dat hoeven wij lekker niet. Uh-oh. Het is weekend. Joepie, Catalina. Wat heb jij een leuk boekje. Ja, hè? Pim, 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 pim. Dat is schattig. 'S Morgens gaat Catalina altijd uit het raam hangen. En het bed van de Eriba is gewoon perfect. Er zijn niet te veel scherpe kantjes. Alles dat scherp is, hebben we weggenomen. Het resultaat is wel dat die gordijnen nu in ons gezicht hangen. Maar beter gordijnen in ons gezicht dan een scherp stukje voor Catalina. Toch? Maar we moeten wel nog iets vinden om die gordijnen niet meer in ons gezicht te hangen. Normaal hangen hier zo van die haakjes met rekkers tot daar en daar terug haakjes. Maar die waren redelijk scherp. Die hangen hier ook, maar hier heb je er niet echt last van. Maar ik sta elke ochtend wakker met dat gordijn voor me. En dan doe ik zo en zie ik licht in mijn ogen. Dus ja, dat is geen topper. Maar het is wat het is. We gaan hier toch altijd redelijk vroeg slapen op de camping. En dat is wel het campingleven. Lekker vroeg gaan slapen en lekker vroeg opstaan. Ik ga waarschijnlijk de dag beginnen met een sessie op het water. Misschien moet ik de vlog van gisteren afwerken. Ik denk dat ik dat ga doen. Ik denk dat ik eerst de vlog van gisteren ga afwerken. Want anders gaat er weer niks in huis komen van dat edit. Gisteravond heb ik ook nog een vlog online moeten zetten met 4G. En dat is echt wel kut, want 80% van mijn databundel is nu op. Ik heb 50 gigabyte in het buitenland van Proximus, wat echt super dik is. In België heb ik ongelimiteerd, kan ik zoveel vlogs online zetten. Dat maar wel. Maar dat is niet interessant als je in het buitenland met 50 gigabyte 7 gigabyte bestanden gaat uploaden. Dus vandaag gaan we sowieso naar de bar en die vlog lekker online gaan zetten. Yes, oké, ik ga denk ik eerst die vlog editen. Let's go. Hoppakee, wij zijn hier net, ik ben hier net naar de supermarkt gegaan en we hebben superveel eten gekocht. Heel veel fruit. Ik heb het gekste koppel ooit van mijn leven gezien. Er was een guy die had zo'n heel zot mondmasker, zo'n extra beschermend mondmasker. En die had nog een keer een face shield ervoor, maar een super zotte face shield. Is daar, ja, is daar. En alles dat ze hebben gekocht, zelf een fucking fles water, staken ze in plastieke zakjes. En nu is dit huis een ander aan het smetten. En dat is ook weer een hele opgave natuurlijk. Daar komt ie. Wajow. Alles in plastieke zakjes. Oh my god. Maar waarom zijn die plastieke zakjes extra veilig? Dat weet ik niet. Oh. Check die fles water. In ieder geval, waarom gaan die mensen niet apart naar binnen? Of waarom gaat er niet gewoon één iemand naar binnen? Dat ten eerste al. En de gek is in de wereld nog niet uit. Hè? Ik ben gewoon lekker alleen naar binnen geweest. Zo kan het ook. Holy shit. Waarschijnlijk is het wel een risicopatiënt, dus eigenlijk mogen we daar niet mee lachen. Maar je weet het gewoon nooit. En het grappigste van allemaal is, alles wat ze hadden gekocht was zo prepared shit. Echt zo, oh shit. Ongezonde bullshit. Eet gezond. Versterk je immuun. En stress minder. Yes, we zijn toegekomen op de spot. Ik heb hier een paar strandjes verkend, maar dit ziet er wel
het vetste van allemaal uit. Het is een redelijke helling naar beneden. We kunnen daar, hoppa, de trap nemen. En kijk eens aan, wat een uitzicht hier. De golven zijn nu momenteel echt goed. Dus ik ga mijn wetsuit aan doen en een paar golven nemen. Daar zitten er heel veel surfers. Ik denk dat ik hier ergens ga zitten. Dan heb ik niet te veel last van die man. Ik zie daar ook alleen maar softtops. Dus dat is sowieso een school of... Ik zie daar ook niemand de golf pakken. Dus het gaat waarschijnlijk een schooltje zijn dat daar aan het leren surfen is. Dus die gaan we niet lastig vallen. En daar tussen de rotsen in zitten ze ook. Maar dat ga ik niet riskeren met mijn plank. Mijn plank is een monster. Mijn plank gaat heel snel en daar kan je niet zo goed mee carven of zo. Dat is niet echt heel wendbaar. Dat is meer volle bak knal. Dus dat gaan we niet doen. We gaan geen risico's nemen. Ik heb geen zin om deze 1500 euro sub naar de ruk te helpen. Dus dat gaan we niet doen. Er zat al een krak in en dat is al meer dan genoeg. Yes, mijn wetshoed hangt op en ik ga me omkleden. Shirley gaat ook b-rolls nemen met deze super dikke camera. Hoppakee. De A7 III, denk ik. De A7 III. Hoppa. Echt een goede b-rolls, goede lens, alles erop en eraan. En Cataleya is ook wakker. Hoi, Cataleya! Jij bent vast niet blij. Oh, kleine meid. Er hangt hier nog een beetje melk. Jij hebt een melksnorretje. Jij bent schattig. Yes, zonnehoedje aan. We hebben een kleedje mee voor Cataleya, dat ze lekker kan chillen. Een banaantje eten en het water op, want ik wil die golven niet missen. Tjoe. Yes, het was weer al een fantastische sessie, niet te geloven. Mijn paddle is gebroken, check die shit. Mijn paddle is gebroken en super jammer, want nu ligt er een stukje plastic in de zee. Surfen is een heel slechte sport voor het milieu. Weinig mensen denken daarbij na, maar alle surfboards die slijten. Dus al dat plastic komt in de zee. Wetsuits, juist van hetzelfde. Zonnecrème, het is niet te geloven hoeveel zonnecrème dat ik daar zag drijven. En dan zijn we nog niet begonnen over hoe dat het in een surf repair shop ruikt. Want dat maken ze met heel chemische processen en noem maar op. Dus ja, dat is echt wel iets waar dat heel weinig mensen over nadenken. Maar ja, it is what it is. Iedereen heeft kantjes en dat zijn de kantjes van de surfers. Ja. Eén ding is zeker, de surfers gaan nooit afval dumpen of zo in de zee. Weet je wel? Niet expres. Nee, dat is wel iets dat in de cultuur zit. Hey, super Cataleya. Alles goed? Ja, papi. Alles goed. Lekker aan het spelen op strand. Wow. Yes, ik heb geen één golf echt deftig kunnen pakken. Ik had echt één waar ik perfect op aan het inrijden was. En ik heb moeten remmen, omdat er iemand vlak voor me zat. En de enige golven die goed waren, die waren daar. En daar zaten allemaal mensen. Dus ja, het is een beetje onhandig. Volgende keer moeten we gewoon heel vroeg vertrekken en hopen dat die surfklassen niet bezig zijn. Kijk eens aan, daar neemt er iemand de golf. Wojo, hij gaat. Oh, lekker cruisen. Lekker cruisen. Sick. Eens dat je daar bent, is het niet zo zot. Maar om erin te gaan en eruit te komen met zo'n grote plank, is het wel heftig. Dat kan ik jullie echt wel verzekeren. Woe! Ik ga denk ik nog een duikje nemen in de zee. Hier nog eventjes chillen met de familie. Wow! En dan gaan we... Dan gaan we een landje bezoeken. Een landje bezoeken. Ja. Het landje dat gisteren op de kaart stond. Dat we gingen bezoeken, hebben we uiteindelijk niet kunnen bezoeken, want de coördinaten waren verkeerd. Maar ondertussen hebben we al contact met de makelaar gehad. En... we hebben de juiste coördinaten. Alhoewel, dat hopen we toch. Want de vorige
Ging het ook de juiste zijn? Ja, je weet het nooit hier, maar ik hoop deze keer toch wel. Oké. Okay. Wel in de buurt, maar net een bergje verder of zo, denk ik. Oké. Okay. Yes. Yes, yes, yes. Let's go. Mijn plank ligt eindelijk terug op de auto. En wij hebben hier echt een hel van een rit achter de rug. Deze trap is oneindig. Ziet er allemaal wel heel mooi uit. Totdat je daar met een grote surfplank en je wetsuit en alles in de hand naar boven moet wandelen. Kijk eens aan wat een uitzicht dat we hier hebben. Nu is er ook al veel meer zichtbaar van die rotsen. Check dit, daar ook, hoppa. Echt, wat een plek. Magisch noem ik dit. Deze spot is echt magisch. Maar de realiteit is wel dat je een super, super, super lange trap naar beneden moet lopen. En dat is wel redelijk hard. Toch wel jaloers op die bodyboarders. Die hebben gewoon zo'n klein dingetje en die gaan het water in. En elke golf pakken zij gewoon. Zwemvliesjes aan, wetsuit, een bodyboard en gaan. En die skimboarders zijn ook echt fucking vet. Maar ik weet nog vroeger, toen we klein waren, hingen we vaak skimboarden. Natuurlijk, in België heb je niet echt golven, dus dan doe je dat zo gewoon op het vlakke gedeelte en proberen ze van die shove-its en al die dingen. Maar hier kan je echt, gelijk deze guy, check dit. Deze guy gaat met zijn skimboard in de golven. Als het goed is, gaat hij het nu terug doen. Als het goed is, gaat hij het nu terug doen. Ah, hij stopt. Hij stopt. Maar als je zo een pro skimboard hebt, dan kan je echt lekker in de golf en ook een beetje carven. Zonder dat je helemaal in het water moet, zonder dat je een wetsuit moet aandoen. Zonder al die bullshit. En daar ben ik eigenlijk toch wel jaloers op. Dus misschien moeten we ook zo'n nice skimboard halen. Check dit. Hij gaat. Hoppa. Nice. Hoe sick is dit nu? En als jullie de video's volgen van Juke Squad, die guy die doet altijd mega gekke shit met zijn skimboard. Goed, wij gaan de auto verder inladen en we gaan naar dat ene stukje land waar we gisteren niet zijn geraakt. Wij zijn zo benieuwd. Joe! We zijn er geraakt. Het was eventjes een spannend moment, want we hebben die helling hier helemaal afgereden. Ik zet sowieso mijn auto in Vitesse 1, want op de handrem mag je niet altijd regenen. Kijk eens daar waar dat wij door zijn gekomen. Dit zou de weg zijn naar het stukje grond dat wij willen. En we hebben hier wel mooi uitzicht hier op deze boompjes. Dat is echt wel nice. Het is wel een dikke locatie, hè? Ja. Ik ben er toch wel redelijk stoked over. Op de foto's was het ook al heel nice en de beschrijving was ook echt perfect voor ons. En kijk eens aan, ja, dat is het. Met die trapjes. Ja. Daar staat er ook een watertank. Het is een veel groter landje. Het is in verschillende lagen. Ja, met die stenen. Het is inderdaad hier zo en dan zie je daar nog een trappetje naar boven. Ja, hier heb je trappetjes. Die gaan we eventjes omhoog lopen. Hoppa. En dan zijn we op de tweede verdieping. Hoe sick is dit nu? Uitzicht op de Serres. Prachtig. Prachtig landschap hier. Palmboompje. Hey, als de dag geen luxe is. Damn. Het is natuurlijk wel iets waar je echt doorheen moet kijken. Als je hier nog iets op wil zetten, kan je er echt iets heel vet van maken. En je kan hier echt iets heel creatiefs mee doen. Natuurlijk zit je met veel hellingen en al. Wat dat ook wel weer een nadeel is. Holy shit. Check deze stenen allemaal. Eigenlijk echt wel nice. Nou, nog meer van die stenen. Wat een gek landje. Ik heb er zo gemixte feelings over. Maar als je hier wat fruitbomen zet en Die zijn er al. Ah ja, wow. Ik denk dat dat olijfbankjes zijn. Oeh. Dat weet ik niet wat het is, maar het is ook echt zo expres geplant. Dus dat moet ook een soort... Is dat een appelboom? Hier een druif. Oh, druivenboom. Oh shit, bij jou. Hey. Wat? Dat is echt wel chill. En er hier gewoon... Hoppa. Druifjes zijn. Ik heb proeven. Beetje zuur. Oh.
maar wel lekker. Ik denk dat ze nog eventjes moeten rijpen. Hé, hey, maar dat is wel sick. Als je hier gewoon een beetje kan permaculturen. Nog een paar palmboompjes plaatsen. Dat is hier een vijgenboom. Oké, okay, deze was veel te zuur. Wajo. Ah ja, hier hebben we vijgen. Maar die zijn totaal nog niet rijp. Die komen later wel nog. Ja, fruitboompjes. Dat is wel geen misser. Leuk, hè? Dat is wel leuk. Ja. Maar het is wel echt gewoon een helling. Ja, het is echt een helling. Het is echt freestyle. Wajo. Ik denk wel dat er minder opties zijn die je ermee kan doen als het zo'n helling is. Ja, hè? Je kan hier niet heel veel bouwen of heel veel neerzetten of zo. Nee. Skatepark wordt ook wel moeilijk op zo'n denk helling. Denk ik wel, ja. 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 Nee, maar wel een nice stukje land. Wel heel mooi, ja. Heel mooi. Wat zouden ze hiermee hebben gedaan, hè? Ja, geen idee. Ze hebben die rotsen wel hier. Ja, die hebben ze hier gewoon neergelegd. Expres. Dat is wel iets moois. Ja. Maar als je ze ooit wel verplaatst. Wat zouden ze ermee van plan zijn geweest? Geen idee. Je hebt echt een kraan nodig om dit ooit weg te halen. Ja. Dus één ding is zeker, die rotsen kan je hier nooit niet meer weghalen. Wajo. Wajo. Salamander. Of hagedis, wat het ook was. Er staan hier echt al overal nice boompjes. Dat is al een banger. Maar zoals ik zei, voor een fruitboom hoef je geen stukje land te kopen. Kijk dit. Wauw, een bad. En een dikke watertank. Ook wel handig. Dan hebben we van de eerste keer water. Is er water in? Nee. Want we is... kunnen wel even in bad. Ja. Ik denk dat het wel een nice ding is. Heel vies van ben. Zijn bad is ook een klein beetje vies. En daar staat er nog een watertank. Ja. Zou het dan ver doorlopen naar daar? Dat klopt dan niet zo goed. Het lijkt wel alsof daar het einde is zo. Ja. Ja, je weet het niet, hè? Ja, het is echt gewoon een draai, hè? En dat heb je er waarschijnlijk ook bij, maar ja, daar kan je echt ook weer al niks mee doen. Nee. Het is hoeveel vierkante meter? Is dat 1400, zoiets? 14. Oh nee, wacht. Nee, 2000 of zo. 2500 vierkante meter ongeveer. Dus ja. Het is in twee lagen. Pas op, dat kan wel een vibe geven. Je zit hier ook zo'n klein beetje beschut. Je hebt hier goede zon. Check dit uitzicht. Dat is toch alleen maar fantastisch. De. Nog een watertank. Wat hebben we hier? Ja, nog een exit of zo. Hier ook nog een stukje. Je kan wel heel veel maken hiermee, denk ik. Ik denk als je hier nice paadjes maakt, alles hier een beetje mooier maakt, dat je hier echt iets heel, heel, heel vet kan bouwen. Deze ladder gaat echt ook gewoon naar nergens. Daar ga ik toch nog een keer naartoe. Ik snap niet echt het nut van deze ladder. Ze zei dat er daar ooit ook iets was. Maar wat zou het nut zijn van deze ladder? We gaan er een keer op. Hop. Heel sketchy. Hop. 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 Ja. En nu staan we hier. Damn. Nu staan we hier. Hé, hey, maar stel dat je hier een soort van dak bouwt. Hè? Je kan hier echt heel veel zieke shit mee doen. En het uitzicht hier is insane. Dit uitzicht is adembenemend. Prachtig. Vanaf hier zie je nog veel meer. Zie je echt al die bomen op een rijtje staan. En dat is echt wel heel mooi. Goh. Ja. Moeilijk, hè? Ja. Heel moeilijk. Morgen komen we hier normaal ook terug met de makelaar. En gaan we waarschijnlijk ook nog naar een ander stukje grond. Dus dat is wel nice. En daar staat er echt ook een heel dikke mansion. Check dit. Team. Hier zijn wel mogelijkheden. En hij zit hier echt op het gemak. Ja, hij gaat hier nooit van niemand last hebben. Ja,
Het is lekker rustig, helemaal beschut, volle natuur om je heen. 5 kilometer of 6 kilometer van de zee, zoiets. Niet slecht, niet slecht. Hier zou je zo dikke zonnepanelen kunnen zetten. Zo. Weet je wel? Die zou je kunnen verwerken in de grond. Het is iets heel speciaals. Oh shit! Wajo! Oh my god, ik dacht even dat er een beest op me zat, maar het was dit. Wajo! Oké, goed. Wij gaan nog een beetje rondkijken en nog een beetje fantaseren. Let's go! Ondertussen zijn we allemaal fris gewassen en we zijn terug op de camping. Ik ben echt helemaal kapot. Dus ik ga je voorlopig toch wel eventjes lekker chillen. Catalea is super stoked met de kendama. Het leukste speelgoed voor kinderen is sowieso een kendama. En ik heb hier ook net een eitje gebouwd. Shirley is hier bezig met het eten van Catalea. Wat is dat? Ah ja, een pruimpje. Ja. Een gele pruim. Die zie je niet zo heel vaak. En wat hebben we hier? Een heerlijke salade. Oh, ik ga mij hier lekker zetten. En de komende uren verplaats ik voor geen meter. Want hierna ga ik lekker editen. Ik heb deze morgen niets geëdit. Holy shit, ik ben echt kapot. Ben jij al moe? Ja, eigenlijk wel. Ja? Ik heb niet eens gesurfd, maar toch wel op en neer naar de strand en zo was wel echt een uitdaging. Ja. Jij bent ook moe. Ja. Yeah. Yes, wij gaan lekker eten. Eet smakelijk als jullie ook iets gaan eten of aan het eten zijn. Kijk eens aan, de laptop is dicht. En dat betekent dat ik klaar ben met editen. Ik heb tot en met de vlog van gisteren geëdit. Ik ben hier eventjes bezig geweest, maar het is gebeurd. Ik ga nu richting het centrum. Ik ga die vlog online gaan zetten. En Shirley, die gaat tosties maken. Dus als ik terugkom, dan zijn er tosties. Catalea vindt het super grappig. We zouden beter met iedereen naar het centrum gaan. Veel gezelliger. Dat is wel gezelliger, ja. Maar minder efficiënt. Minder efficiënt. Maar ik weet eigenlijk ook niet hoe ik met Catalea eerst de afwas ga doen en dan al die tosties maak. Wel haar stroepjes. Oh. Oh shit. We weten het niet meer. Dan wordt nog een moeilijke taak. Dat is wel, ja. Ik heb echt veel moeilijke taken, hè? Zwaar liggen. Anders ga ik vlug die vlog online aan zetten en doe ik daarna de afwas. Of je zet Catalea op je rug, dan moet ook wel lukken. Dan help ik nog eventjes met Catalea op Shirley haar rug te zetten. Het moet gebeuren, de vlogs moeten online en die van vandaag gaat super laat zijn. Maar ik ga er 4 online zetten, dus de rest gaan wel op een nice tijdstip online komen. Super chill. Ben jij stoked? 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 Papi. Maar. Ja, dag, mami. Dag. Plezier. Opeens kwamen we tot het fantastische idee dat het eigenlijk veel simpeler is dat ik Catalea meeneem.
Heel raar dat we daar niet first try aan dachten. Maar wij gaan op tour. En we gaan de vlogs online gaan zetten. En een mooie ritje maken door Ericeira. Let's go! Het is echt wel een grijze avond. Ik denk dat het misschien nog zou kunnen regenen. Ik heb hier nog geen ene keer regen gezien sinds ik hier ben. Maar vanavond zou misschien wel de dag kunnen zijn. Kijk eens aan hoe grijs dat het is. En ik heb niet echt een zonsondergang meegemaakt, maar het is en blijft prachtig. Niet te geloven hoe mooi Ericeira is. Echt fantastisch. Yes, we gaan richting het dorpje. Lekker, gezellig cruisen met Cataleya. Ze vindt het echt super leuk. Ze was op die helling, omdat we zo een beetje sneller gingen, ook gaan roepen. Dat is echt wel fun om te zien dat ze dit allemaal leuk vindt. En dat ze echt houdt van een avontuur. Joe! Kijk eens aan. Ik zie hem hier allemaal tosti's liggen. De pan staat klaar. De afwas is gedaan. Wat heb ik toch een fantastisch vrouwtje. En de vlogs staan online. Cataleya heeft daar geamuseerd. Maar ze wil er nu echt wel uit. Ze zit hier ook heel de tijd aan te sabbelen. Hey, jij wilt eruit, hè? Jij wilt eruit. Jij wilt eruit. Dit is duidelijk. We gaan jou eruit halen. Even zitten. Daar gaan jouw vriendjes. Dit zijn jouw vriendjes. Yes, eindelijk. De verlossing. Rustig. Ik denk dat Shirley naar het toilet is. Ik ben er zelf zo goed als zeker. Het is echt onhandig dat we hier geen plekje hebben waar we Cataleya gewoon kunnen laten zitten. Dat is er hier niet. Als je haar hier legt, dan steekt ze die dennen al in haar mond. En op het bed is ook niet safe, want ze kan er afvallen. Maar als het goed is, hebben we binnenkort daar een scherm. De mama van Shirley gaat dat maken. Jij bent zo lief. Jij bent zo lief. Vandaag is ze ook met haar voeten in de... Ze is vandaag met haar voeten in de ijskoude zee geweest. En het enige wat ze deed was... Ze begint echt een Wim Hof baby te worden. Voor de mensen die het niet weten, de zee is hier echt 5 keer zo koud dan in België. En er is geen één meer of geen één put of wat dan ook dat zo koud is als de zee hier. Het is echt lekker fris. Daar hou ik echt van. Daar hou ik echt van. Dat is zo het enige dat ik altijd een nadeel vind en van die warmere landen. Dat is dat het water warm is. Ik weet nog vroeger toen we naar zo'n all-in hotel gingen met familie in Turkije. Ik vond dat verschrikkelijk dat je gewoon dat water insprong en dat dat water niet eens fris was. Er was nooit een fris moment in de dag. En dat was natuurlijk wel als je een ijsje had of zo, maar een volledige verfrissing had je gewoon nooit. Zelfs de koudste stand van de douche was gewoon altijd warm. Ik weet dat nog, ik vind dat verschrikkelijk. Wij willen frisse douches! Joepie! Het ruikt hier echt naar die tosties. Ik heb zoveel honger. Wajo. Wij hebben super lekker gereden. Shirley die is momenteel al in bed met Cataleya. Voordat Cataleya slaapt, moet ze natuurlijk ook drinken. En meestal valt ze drinkend in slaap. Dus zij zitten al in de caravan. Ik ben net super fris gewassen en ik ga ook lekker slapen. Het is uiteindelijk na al die droge dagen toch beginnen regenen. En het is zelf niet eens echt
aan het regenen. Het is meer zo als je buiten iets legt, dat het zo nat wordt. Net gelijk in Bilbao. Gewoon die druppels daar rondzweven in de lucht. Het is ook niet miseren, het is nog iets anders. Het is pas als je begint te wandelen, dat je het voelt. Als ik nu mijn hand zo steek, voel ik niks. Maar als ik zo een beetje zwaai, dan voel ik de druppels. Echt een gek weertje. Mensen dan al in Bilbao zijn geweest, of in Ericeira, of waar dan ook, aan zo'n soort kust, die gaan mee wel snappen. Ik wil je allemaal bedanken voor het kijken. Ik ben kapot. Like de video, deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Ciao, ciao. Yo.